Heeft hij spontaan gedaan, want hij wil me graag helpen. Super, top. Ik ben doof geboren en later ben ik slechtziend geworden toen ik ongeveer 30 jaar oud was. Vorig jaar had ik het met Hilda over het verdwijnen van het buurtwinkeltje, wat ze erg jammer vond, want het is net naast haar huis. En dat ze dus niet meer vers brood kon gaan halen. En toen ze dat zei, zei ik, ja, we hebben ook nog een verse bakker aan de andere kant van de straat. Ga je daar nooit heen? En toen bleek zij dus niet te weten dat daar een bakker stond. Dus sindsdien gaat zij dus altijd naar die bakker. Maar ik dacht, ja, misschien zijn er nog meer plekken die zij mist in de wijk. Dus toen dacht ik, nou ja, misschien kunnen we het iets in 3D printen, zo'n plattegrond, dat je het kunt voelen. Hoe alle straten hier in deze wijk lopen. Ja, dat is de bakker, ja. De nieuwe bakker eigenlijk voor jou. Ja, dat heeft hij vrijwillig gedaan. Dat is heel leuk. Heeft hij spontaan gedaan, want hij wil me graag helpen. Super, top. Ga je daar richting de giftkade. Langs het water. Ja, hij heeft een platte grond gemaakt van waar ik woon, van mijn woonwijk. En dan kan ik voelen hoe ik kan lopen, welke straten er zijn. Ja, waar ik rechtdoor kan, waar ik omhoog ga, welke blokken er zijn. Aan de hand van verschillende bestanden kun je een kaart bouwen in Nederland, een actuele kaart. En nou, die heb ik samengevoegd in een model. En die kun je dan ergens gaan printen, zoals ik, nou, in dit geval in Eindhoven. En dan komt het na een paar weken komt het terug, helemaal geprint zoals je dat document hebt aangeleverd. Ja, dat is natuurlijk ook een soort experiment. Je weet niet precies hoe het uitpakt. Ja, geweldig. Ik ben super blij. Ja.